na 3 dagen, dan ben je eigenlijk ook wel blij dat je klaar bent hier aan de grachtkant. Omdat je het in je knieën en je lijf best wel voelt. Mozaïeken leggen is lastig werk. Zeker wanneer je ook nog eens te maken hebt met de schuine walkant langs de Tielse stadsgracht. Ja, het is een kwestie van je evenwicht bewaren. En geluk hebben als iemand bij je staat als je dreigt te vallen. En zo zijn er ook tal van andere verenigingen bezig. Marieke Schever van de wijkvereniging probeert het overzicht te houden. En ondertussen kijkt ze natuurlijk met een schuin oog naar de concurrentie. Want er zijn prijzen te verdienen. De ene gaat een heel kleurrijk palet maken, een beetje abstract. En de ander wil dat het echt iets voorstelt. En wij gaan meestal ervoor dat het iets voorstelt, want dan is het herkenbaar. In dit geval een verwijzing naar het nieuwe cultuurcentrum in Tiel. Donderdagavond moet het af zijn. En dan worden ook de prijswinnaars bekend. Het is een race tegen de klok nu. Of valt dat wel mee? Meestal lukt het wel dat je weet, we moeten ietsjes hadden dit. Maar meestal zijn we, smiddags al wel klaar. Maar dan rekken we het net zo lang dat het net lijkt of we niet op tijd klaar zijn. Want dan maakt het juist een beetje spannend. Maar dat lukt meestal wel hoor. Oh ja, spanning. Dat is ook iets waar je aan bouwt.